Air. En vandaag gaan we verder met ons verslag over wat er in de gemeenteraad gezegd werd over de rellen in Nieuw-West. Osdorp, Overtoomse Veld. We gaan naar het gemeentehuis om te kijken wat nu de gemeenteraad erover zegt. Eerder zagen we de commissievergadering, nu dus de gemeenteraad in het gemeentehuis op een warme dag in mei. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn van lokale televisie en we komen voor de raadsvergadering. Ja. Achter de trap op naar de eerste etage en dan boven linksaf, daar is de ingang. Oké, bedankt. Dag. Ja. Ik heet Eelco van der Waals. Ja. En wat is uw functie hier precies? Ik maak het verslag van de gemeenteraad. Gemeenteraadsvergadering samen met een collega. En hoe gaat dat? Gaat dat nog steeds per steen af? Nee, dat doen we niet meer. Nee. Nee, dat is een beetje uit de tijd inmiddels. Hoe doet u het nu dan? Ja, ik tik mee op mijn laptop. Ah, ja. Dus je moet snel kunnen typen? Ja, ja, nou, dat is altijd handig. Ja. Als je veel moet tikken, kan je beter snel kunnen tikken. En, okay. Alles wat je tijdens de vergadering tikt, dat hoef je daarna niet te tikken. Oké, bedankt. Ja. Graag gedaan. Er is bericht van verhindering van het lid Ter Horst. Wethouder Groen heeft meegedeeld dat hij in verband met de UEFA-perikelen nog op Schiphol zit en nog wacht op zijn slot om hierheen te kunnen komen. De notulen van de raadsvergadering van 8 april 1998. De notulen kunnen worden goedgekeurd. Ik stel dien overeenkomstig te beslissen. Nou, het is vervelend dat dat niet op uw agenda is opgenomen, maar dat is een misverstand dat niet had hier natuurlijk gewoon geagendeerd moeten worden, namelijk voortzitting van de discussie over de gebeurtenissen in Slotervaart over Toomse Veld van 23 april, zoals die is in eerste ronde gisteren in de commissie gevoerd en daar verdaagd is ten einde een plenaire behandeling in twee termijnen hier in deze raad te kunnen doen plaatsen. Ik stel voor dat als punt 6 te agenderen. Op uw tafels is neergelegd, zoals gisteren is afgesproken, als bijlage bij de stukken die gisteren al in de commissie zijn uitgedeeld, het stuk van het dagelijks bestuur van Slotervaart over Toomse Veld aan de Raad van Slotervaart over Toomse Veld ter behandeling hedenavond. Ter kennisneming. Ja? Ik lees. Dan zou je bijna denken dat het incident in Overtoomse Veld, Slotervaart, of omgekeerd, als een donderslag bij heldere hemel heeft plaatsgevonden. Volgens mij is dat niet zo. Als je de situatie in de westelijke thuissteden in algemene zin bekijkt, dan is er zeker al een jaar of 6, 7. Spraken van dat daar grote problemen zijn met jongeren. Grote problemen met jongeren, dat betekent niet dat voor grote groepen jongeren in de westelijke tuinsteden het hartstikke slecht gaat. Met de meeste jongeren gaat het denk ik hartstikke goed. Als ik de notitie van Slotervaart lees die vanavond daar in de Stadsdeelraad wordt besproken, betekent dat gewoon dat 85% van de jongeren dat het daar goed mee gaat. En met 15% de ronde te verdelen in twee groepen, zo'n 10% zeg maar aandachtsgroepen heb en 5% de jongeren waar het echt falikant mee misgaat. Betekent niet dat het incident dus op zichzelf staat. Een paar maanden geleden heeft er bij het Hoofddorpplein de Heemstedenstraat ook, het is een stukje Stadsdeel Zuid, maar grenzend aan Stadsdeel de Slotervaart, ook een incident plaatsgevonden. Daar heeft gelukkig de buurtbewoners zich niet mee bemoeid. Anders hadden we precies dezelfde situatie gekregen. Laat het ook heel duidelijk zijn dat de Partij van de Arbeid vindt dat als er de openbare orde verstoord wordt, dat die dan ook gehandhaafd moet worden. Daar heeft de Partij van de Arbeid geen problemen mee. En wat dat betreft
is de politieorganisatie altijd de eerste die letterlijk en figuurlijk de klappen moet opvangen. Andere kant moeten we ook constateren dat het beeld naar de stadsdelen Slotervaart, maar ook naar Osdorp en Geuzeveld, Slotermeer, gaat ontstaan of daar nooit wat gebeurd is aan jongerenbeleid of aan vernieuwing. Neem even, toch maar even in herinnering dat ook in het programmakkoord nogmaals geschreven staat dat de aanpak westelijke tuinsteden geïntensiveerd zou moeten worden. En dan hebben we het niet alleen over het vernieuwen van de woningen in die omgeving, maar ook het vernieuwen en het beter gecoördineerd aanpakken van allerlei voorzieningen die daar moeten plaatsvinden. Van onderwijs tot welzijnsvoorziening, maar ook tot jeugdhulpverlening. En als ik dan de notitie van Slotervaart, die ik helaas ook net pas ontvangen heb, toch even heel vluchtig doorgelezen heb, dan moet ik constateren dat er op allerlei gebied allerlei activiteiten voor jongeren plaatsvinden. Wat je ook moet constateren, dat daar volgens mij geen sprake is van een gecoördineerde aanpak, wat ik denk wat wel wenselijk is. Dus dan kom ik even, in eerste instantie kom ik dan even terug op de notitie die geschreven is door het college van BMW, en waarbij een aanpak wordt geprefereerd op korte termijn en een aanpak op langere termijn. Wat de korte termijn aanpak betreft, zou ik eerst nog een keer willen vragen of dat niet enkel geldt voor de stadsdeel Slotervaart over het Oomse Veld, maar of die aanpak ook voor Osdorp en Geuzeveld Slotermeer zou kunnen gelden. Als we met elkaar afspreken dat het niet enkel in Slotervaart speelt, betekent dat wat mij betreft dat het dan ook, zeg maar, voor de andere twee stadsdelen in die buurt en misschien wel voor de Baarsjes en Borselommer dan moet gebeuren. We constateren ook dat de aanpak op langere termijn, zoals die voorgesteld wordt, op zich een voortzetting is van staand beleid wat er in die stadsdeel ook heeft plaatsgevonden. Ik vraag wel als Partij voor de Arbeid extra aandacht voor een paar punten. Dat betekent ten eerste dat we vinden dat de grote groep jongeren die er is, die wel welwillend zijn, dat we die moeten proberen bij te betrekken bij alle activiteiten die er plaatsvinden. Dat ze zich ook herkenbaar en ook verantwoordelijkheid kunnen gedragen binnen de dingen die moeten gebeuren. Ik denk ook dat we het beleid intensiever moeten gaan laten plaatsvinden. En in ieder geval moeten proberen een perspectief, ook voor die groep die dreigt uit de boot te vallen, moeten proberen te creëren. En daarom was ik blij met het antwoord van de wethouder gisteren in de commissie, dat de prioriteit vooral op scholing en werk ingezet zal worden. Want ik denk dat dat nog steeds het beste perspectief is om voor jongeren ook om zo goed mogelijk aan de maatschappij deel te nemen. Verder vraag ik uw aandacht voor een punt wat betreft de multiculturalisatie die wel in de notitie staat. En waarbij ik toch nog wel eens wil op aandringen dat het niet enkel geldt zeg maar voor de zelforganisatie, die natuurlijk duidelijk de kleur al hebben die ze moeten hebben. Maar dat het ook de andere organisaties meer diversiteit in besturen, in medewerkers, et cetera, zou moeten. Dat het echt ook organisaties worden die van de buurt zijn en voor de buurt zijn. En samen met de buurt een aantal dingen gaan oplossen. Voorzitter, ik kom op de notitie die gisteren uitgedeeld is door de burgemeester over het politieoptreden en de brief van meneer Kuiper die daar aan toegevoegd was. Wat ik wel constateer, dat als de toon in de brief, het verschil in toon in de brief tussen de brief van meneer Kuiper, misschien heeft het te maken dat de politie als frontorganisatie de problemen meer direct aanvaardt. Maar er is wel een duidelijk verschil in toon tussen hoe de politie denkt de problemen aan te pakken en wat de notitie van het college van BMW voorstelt. Als Kuiper, en dan citeer ik uit de brief, in de eerste alinea zegt dat het incident in Over het Oomse Veld het haast onomkoopbare gevolg is van de ontwikkeling. Dan vind ik dat wel heel erg defensief. Dat zou betekenen dat we eigenlijk, als je het echt interpreteert, volgende week weer een incident hebben. En hier wordt dus voorgesteld om, denk ik, om in ieder geval naar de groep jongeren die echt notoire
bezig zijn de boel in de buurt te versteren, om die dan ook inderdaad hard aan te pakken. Als ik dan de notitie lees van het college, die zegt in de periode voor de zomervakantie en direct daarna, waarin de meeste overlast van jongeren plaatsvindt, komt er meer toezicht. Punt, eigenlijk. Dat vind ik een beetje haaks op elkaar staan, die twee brieven. Ik denk dat we hier ook moeten discussiëren. Wat gaan we nou doen de komende periode met het toezicht van de politie in die buurten? Dan heb ik het weer niet alleen over Overtoomse Veld. Ik wilde het eigenlijk gescheiden houden omdat ik een verleden heb in de westelijke tuinsteden. Maar het verbaasde me dan wel dat ik gisteravond laat thuiskomende een stukje op het nieuws van RTL4, een interview van de burgemeester, hoorde. Dat er in de westelijke tuinsteden eigenlijk geen bal aan beleid op jongerengebied heeft plaatsgevonden. Ik voelde me op dat moment voelde ik mezelf aangesproken, omdat ik daar gewoon 12 jaar bezig ben geweest. En ik vind ook niet dat het een werkelijke weergave is van de situatie. En ik denk ook dat het tekort doet aan het werk wat de stadsdelen hebben gedaan de afgelopen jaar op dat terrein. Ik ga de burgemeester dat toch wel willen vragen of ze dat zou willen nuanceren. Verder vraag ik u aandacht, en dat verbaast me dus ook, dat ik al jaren gevraagd heb om het wijkteam Slotervaart, Overtoomse Veld, Osdorp, met totaal nu 85.000 inwoners, in de toekomst uitgegroeid tot 100.000 inwoners, waar ik al 4 jaar geleden heb geopponeerd naar het in het Vierhoeksoverleg, wat we dan regelmatig gehad hebben, of daar nou niet 2 wijkteams van moesten gaan ontstaan, ben ik blij met de toezegging gisteren van de commissaris Kuiper, en ik denk gesteund door de burgemeester als korpsbeheerder, dat het in ieder geval nieuw korte termijn gerealiseerd gaat worden. En ik vraag dat niet omdat ik denk dat het allemaal te groot is, maar ik denk juist dat het voor de herkenbaarheid van de politiefunctionaris in de buurt heel belangrijk is, dat daar een soort vertrouwensrelatie gaat ontstaan tussen degene die toezicht moeten houden en soms corrigerend moeten optreden, en degene tegen wie ze corrigerend moeten optreden. Ik denk dat dat uitermate belangrijk is. Ik denk, voorzitter, dat het in eerste termijn mijn bijdrage is. Dank u zeer. Het was weliswaar een speech, maar geen medespeech, dacht ik toch. Want, jawel, of wel? Was het voor... Ja, toch? Ja, nee. Ik zal dat nog hele middag vele malen tegen me gevisiteerd. Meneer Harteman, daar is in ieder geval geen medespeech van. Voorzitter, aan het begin van dit debat hecht de VVD-fractie eraan om ons steun uit te spreken en ook op hoofdlijn ons te scharen achter de evaluatie zoals de politie, onze hoofdcommissaris Jelle Kuiper, die ons heeft doen toekomen over hetgeen zich heeft afgespeeld. En die waardering en steun zouden wij ook graag willen uitspreken ten opzichte van de deelraad Slotervaart over Thomas Veld ten aanzien van hun beleid het afgelopen jaar en de afgelopen weken. Als wij kijken naar de problematiek, voorzitter, dan moeten we niet denken dat we alleen een jongerenprobleem hebben in die wijk, maar in dat gedeelte van de stad ook moeten spreken over een buurtproblematiek en met even zoveel woorden een uitdaging voor die buurt. Dat het een integraal probleem, dus ook een integrale aanpak vereist ten aanzien van ons woningbouwbeleid, wat we gaan plannen in de komende jaren in de westelijke tuinsteden. Dat we moeten zorgen dat het een gedeelte van de stad is dat evenwichtig opgebouwd wordt qua leeftijdscategorieën, qua gezinssamenstelling. Zoals we ook in andere delen van onze stad buurten hebben waar te veel ouderen of te weinig ouderen wonen. Waar te veel mensen wonen zonder kinderen of zoals in de westelijke tuinsteden er weer onevenredig veel gezinnen en grotere gezinnen met veel kinderen wonen. Een evenwichtige bevolkingssamenstelling door de stad heen, gekoppeld aan ons volkshuisvestingsbeleid, dat lijkt de VVD een goede zaak. In de tweede plaats heeft het te maken met de inrichting van onze openbare ruimte. Dat is ook belangrijk voor een aantal van de problemen zoals die nu gesignaleerd worden. En in de derde plaats ook het accommodatie- en het welzijnsbeleid, met name ook op terreinen als sport. Aan de kant van de westelijke tuinsteden het actieve sportbeleid rondom het sportpark Sloten. En de plannen die we hebben met het zwembad aan de westelijke tuinstedenkant is een belangrijke ontwikkeling. In de tweede plaats, voorzitter, als we willen investeren in deze problematiek, dan is het wat de VVD betreft niet alleen een kwestie van extra geld, maar zullen we ook moeten kijken of we de budgetten zoals we die de afgelopen jaren
hebben uitgegeven. Of die altijd de beste budgetten voor de beste doeleinden zijn geweest. En ook op dit terrein geldt wat de VVD betreft een nieuw voor oud operatie. Het is niet alleen een kwestie van meer geld. Maar ik denk dat we bepaalde budgetten ook in de welzijnshoek op een andere wijze zouden kunnen en moeten besteden. We zouden hooguit moeten spreken over maatregelen die nog dit jaar effect hebben. En maatregelen die het komend jaar en het jaar erop effect hebben. Ik denk niet dat we over problematiek praten waarvan we zeggen dat effect moet in de volgende eeuw gerealiseerd worden. Dus ons concrete voorstel is overal waar lange en langere termijn staat, die worden te vervangen. En dat ook in de specifieke opdracht aan de heer Langhorst, dat hij ook het gevoel heeft dat er een sense of urgency is en dat het niet een onderwerp is waar we ons voor de lange termijn op oriënteren. Dat zal op korte termijn resultaten moeten opleveren. En in de tweede plaats vinden wij de samenstelling nogal onevenredig, onevenwichtig. Het is een stuurgroep waar, als wij goed gerekend hebben, 7 mensen van de politiek in zitten en 1 persoon van de politie. Het is 1 letter verschil, politiek en politie, maar het is ook een wereld van verschil. En ik denk dat deze stuurgroep, CQ deze werkgroep, misschien wat meer mensen uit de politie zou kunnen hebben en wat minder mensen uit de politiek. De vraag is ook of er 5 stadsdeelvoorzitters in die stuurgroep moeten zitten. Dat is een bestuurlijk probleem aan onze kant, dat aan die kant van de stad de deelraden nog wat versnipperd zijn. Zou het niet goed zijn om 2 of 3 deelraadsvoorzitters dat te laten coördineren? En bijvoorbeeld iemand van de centrale politie, ook met deskundigheid, om ook het signaal naar de buitenwereld te geven dat het ons menens is. Voorzitter, wat betreft de politieke verantwoordelijkheid, goed dat de wethouder jeugdzaken en onderwijs de trekker wordt van deze werkgroep. Ook in zijn hoedanigheid denk ik als oud-wethouder sociale zaken. Ik denk dat het wel goed is dat in de komende tijd de commissie ABJZ en de commissie van de A, als ik het zo even mag noemen, beide bij dit onderwerp betrokken blijven. Omdat wat ons betreft het een heel belangrijk onderwerp blijft van handhaving en veiligheid. En dat het niet alleen een welzijnsonderwerp is, maar ook een handhavingsonderwerp. In de eerste plaats een algemene opmerking. Ook wij vinden dat overlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen. En als dat niet lukt, dan moet er worden opgetreden. De openbare ruimte, dat is het publiek terrein waarin ieder zich veilig moet weten. En we moeten ten alle tijde zien te voorkomen dat er in Amsterdam zogenaamde no-go-areas ontstaan. Als er wel moet worden opgetreden, dan delen wij de mening van de hoofdcommissaris, zoals in de brief verwoord en ook gisteren gezegd, dat er eerder gefaald is. En ook wij vinden het verkeerd dat in de situatie die in Slotervaart is ontstaan, de politie zeg maar in een situatie van confrontatie is beland. Dat er iets mis is gegaan of dat er gefaald is in Slotervaart over Toomsveld, dat leidt voor ons geen twijfel. Om even nog uit de brief van de heer Kuiper te citeren. De situatie waarin deze buurt is terechtgekomen is er een waarbij de aanwezigheid van de politie de laatste dunne scheidslijn vormt tussen leefbaar en onleefbaar, tussen begaanbaarheid van de straat en no-go area. 3 vragen op dit punt. De eerste vraag gisteren ook gesteld, maar helaas geen antwoord op gekregen. Waarom heeft de hoofdcommissaris niet eerder aan de bel getrokken als het er al zo voor stond? Tweede vraag, deelt het college het oordeel van de hoofdcommissaris verwoord in die brief? En de derde vraag, hoe heeft het dan zover kunnen komen? Gezien de ernst van de situatie moeten er eerder signalen zijn geweest. Waarom zijn deze niet of onvoldoende opgepakt? En enige raadsleden kennen misschien een stevige handgreep, een plan van aanpak voor de problematiek van de Marokkaanse jongeren in Amsterdam. Deze uitgave komt van 1989 en het zou misschien zinnig zijn als we allemaal nog eens bekeken wat van de plannen nou is uitgevoerd en waar we onze steun wel dan niet aan hebben gegeven. Iets anders is dat ik toch ook nog even terug wil gaan naar de westelijke tuinsteden. Ik denk dat er misschien in heel Nederland geen buurten zijn, geen delen van de stad zijn waar veranderingen zo snel hebben plaatsgevonden. In 10, 15 jaar tijd zou je kunnen zeggen is een bevolking van een stadsdeel van wit zwart geworden. Het heeft ertoe geleid dat scholen in een heel korte tijd een totale cultuuromslag hebben gemaakt. Mij is opgevallen dat ook dat op een hele adequate manier is aangepakt. Meestal duurt dat een generatie. Daar is dat 2, 3 keer zo snel gegaan. En laten we even kijken dat bijvoorbeeld in 1 van de westelijke tuinsteden
een prognose kwam dat er in 3 jaar tijd 60 noodlokalen bij de scholen gebouwd moeten worden. Als u zich realiseert wat dat betekent voor een gemeenschap en dat het ook betekent dat het bijvoorbeeld kinderen zijn met een grote achterstand waar ontzettend veel aandacht aan is geweest, dan moet ik zelf constateren dat er nu in de Westelijke Tuinsteden op iedere hoek van de straat een wipkip staat en een schommel en een glijbaan. En dat je aan de andere kant zegt dat de eerste generatie kinderen die van de lagere school af is gekomen, nou misschien hoort tot de groep waar we het met name vandaag ook over hebben. Het zou natuurlijk best kunnen zijn dat er heel veel, en ik denk uitzonderlijk veel aandacht is gegaan om met name de kleintjes op te vangen, om ervoor te zorgen dat kinderen vanaf de peutergroep in ieder geval de kansen krijgen die ze kunnen krijgen. En dat je zou moeten constateren dat het en-en-verhaal misschien wat minder aandacht heeft gehad. Oftewel, let op de kleintjes die komen eraan en de grotere kinderen hebben wat minder aandacht gehad. Dat zou zo kunnen zijn. Ja, ik zal proberen ietsje korter te zijn, omdat mijn duo-raadslid gisteren in de commissie al een paar, naar mijn smaak, belangrijke punten heeft neergelegd. Die zal ik niet herhalen. Ik heb nog een paar aanvullingen daarop. Uit het rapport over het politieoptreden Slotervaart blijkt eigenlijk niet dat de politie bij voorbaat erg ongerust moest zijn. Er was eigenlijk niet echt een aanleiding om de zaak zo groots aan te pakken. En datzelfde blijkt ook uit politieonderzoeken over criminaliteit uit 1979 al. Wij hebben dus de indruk dat de politie met een soort van ongepaste overmaat aan enthousiasme heeft gereageerd. En wij vragen ons af wat de politie daar nou zo zenuwachtig gemaakt heeft. Als voorbeeld daarvan kan je ook zien dat het opsluiten van een 12-jarig jochie, dat zou wel zijn dat het niet de competentie van de politie is, maar van justitie. Maar de lui spreken elkaar wel. En ik vind dat wekt echt ontzettend veel agressie op, lijkt mij. Dan heb ik nog een algemeen punt waarvan ik een bruin vermoeden heb dat dat de stempelwerking de negatieve beeldvorming over Marokkanen ontzettend zal bevorderen. Wat ik niet echt bevorderlijk vind voor integratie van al onze Amsterdammers. En ik denk dat mijn collega's in de raad de een valt de heer Wilting aan omdat hij de jongens of de jongen een blaag heeft genoemd. En de ander noemt het een jochie van 12. Ik denk dat er gewoon ongewenst gedrag tentoon werd gesteld, of hoe zeg je dat, werd gedaan. Daar is reactie. Met Gonnie van Oudenalle eindigen we deze reportage van Muis en Buis over de rellen in West en wat de gemeenteraad daarover te zeggen had. Morgen zijn we er weer, misschien komen we hierop terug, maar misschien zijn er ook weer andere leuke dingen die we u morgen gaan brengen. Van 3:30 tot 4:30 is Mister er weer. Tot morgen. Ik ben zeer geschrokken als ik het stuk lees van dit stadsdeel. Daar staat in, wij vinden het niet noodzakelijk tot ingrijpen.